Waarom is de LBC en VK vandaag naar Brussel afgezakt om te betogen? Omdat wij vandaag de balans opmaken van 1 jaar regering Michel en 1 jaar regering Bourgeois. We zijn de schade aan het opmeten en die is bijzonder groot. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk is die schade zeer groot. En wij moeten vandaag nee zeggen tegen deze regering. Nee tegen dit fundamenteel foute beleid. Het enige wat gebeurt, dat is de factuur die betaald wordt door werkenden en doorgeschoven naar mensen die sociaal verzekerd zijn. De rijken blijven buitenschot, de rijken komen niet in beeld en er is geen enkele responsabilisering van de werkgevers. Men geeft alleen loonlastverlaging en er wordt niks aan verantwoording gevraagd in het kader van bijkomende tewerkstelling. Dat is een klare schande en dit beleid moet fundamenteel anders. Regering van de rijken! De taxshift van de regering die is eigenlijk al een miskleun. Het is geen echte taxshift. De rijken en de grote vermogens worden helemaal niet aangesproken. Men gaat dus eigenlijk de middelen voor die taxshift zoeken door extra belastingen, door de sociale zekerheid aan te spreken. Dus dat is helemaal geen echte taxshift. Maar dan komt het tweede punt. Wat doet men met de middelen taxshift? Men zegt wel van jobs, jobs, jobs. Wij willen werk creëren. Men zegt werk is het belangrijkste, want met een inkomen kunnen mensen vooruit. Maar als je dan naar de praktijk ziet, dan willen wij dat in de non-profit een deel van die taxshift middelen ook effectief in jobs wordt omgezet. Dat is juist wat we in de non-profit ook kunnen. Elke lastenverlaging in de non-profit zetten wij om in 100% jobcreatie. En als we deze regering horen, zijn ze ruzie aan het maken of we daar nu jobs mogen mee creëren of niet. En om u een idee te geven, wij kunnen daar 7000 jobs mee creëren. Je hebt dat goed gehoord, 7000 mensen die wij aan een baan kunnen helpen en die wij in de non-profit, in zorg, welzijn en cultuur heel goed kunnen gebruiken. En het zou een absolute schande zijn moesten die middelen van de taxshift op een andere manier worden besteed, dat er niet eens jobs kunnen mee gecreëerd worden. En wij willen dat deze regering ook effectief begrijpt dat die jobs mogelijk zijn. Het kan toch niet dat men daar ruzie over maakt. De middelen zijn er. Wij willen ze omzetten in werk. Goed voor de non-profit en goed voor de dienstverlening en goed voor het inkomen van die mensen die een job krijgen. De grootste stommiteit die kan gebeuren is als zij die middelen in de zakken laten glijden van de werkgevers of daar niks mee doen dat tot jobcreatie leidt. Dus wij gaan ze goed in de gaten houden. Als dit misloopt, zullen wij het niet zomaar nemen. Hè. Wij willen die 7000 jobs nu. Jobs voor zorg, welzijn en cultuur. Ja, het kan. Jobs voor zorg, welzijn en cultuur. Jobs voor zorg, welzijn en cultuur.